Ik werk voor de stad en OCMW Lier. En mijn job is halftijds om eigenlijk kinderen en jongeren die moeilijk naar het reguliere sport- en jeugdwerk geraken, om die daar toch te krijgen. Ja. Individuele toeleiding is redelijk intensief. Enerzijds heb ik gewoon doorverwijzingen via mijn collega's van het OCMW, die gewoon individuele gezinnen doorverwijzen. Ik ga daar op huisbezoek. En dan gaan we echt met de kinderen of met de jongeren en de ouders kijken van oké, wat vinden we leuk, maar ook hoe haalbaar is dat voor dat gezin. Bijvoorbeeld de jeugdbeweging, dat kennen ze niet. Maar als je daar een aantal leuke foto's van laat zien, dan gaat eigenlijk automatisch die gasten hun aandacht triggeren. Gaan ze zo weg van het typische meisjes willen dansen, jongens willen voetballen. En hebben toch een opening om die naar een hero of een scout of zo te krijgen. Boom. 7, 9. Anderzijds hebben wij zelf ook een jongerenwerking voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, waar we gewoon vrije tijdsactiviteiten doen, waar de gasten gewoon op een heel laagdrempelige manier elke week anderhalf uur kunnen sporten. Maar we proberen ook 1 keer per maand naar een sportclub te gaan, om hen op die manier eigenlijk tot daar te krijgen. Op het gebied van self-defense en gevechtssport zijn er toch nog altijd veel mensen die moeilijk over een drempel geraken. Dus ik kan me zeker voorstellen, als je nog niet lang hier bent, dat het nog moeilijker is om over die drempel te geraken. Dus ik denk erom ook dat jij dat Ellen doet, dat dat fantastisch is, want zij gaat eigenlijk mee en ze maakt eigenlijk dat er geen drempel meer is. Zo de eerste keer ergens aankomen, is niet zo evident. Je kent daar niemand, je weet niet ja, wat is hier de gewoonte, wat niet. Je moet daar wel wat uitleg aan geven. Zelfs bij voetbal, hier in België, wij douchen allemaal daarna. Ja, dat is niet evident voor iemand die bijvoorbeeld uit Irak of zo komt. Anders gaan die heel hard verschieten. Die gasten bijvoorbeeld ook, anders die hebben wel een rugzak, maar evengoed gewoon jongeren in armoede, die hebben het wel heel zwaar. En beweging is gewoon goed om een beetje beter in je vel te zitten. De gasten die hier vandaag zijn geweest, dat zijn kids die eigenlijk nog niet zo lang in België zijn. En die nog een beetje hun plaats aan het zoeken zijn in de maatschappij. Het is voor mij ook belangrijk als ze naar hier komen. Het kan misschien moeilijk zijn in het begin. Als ze hier hun weg moeten vinden, maar dat ze hier 1 uur of 2 uur hun stress kunnen vergeten en gewoon hun eigen kunnen zijn en gewoon hun eigen kunnen uitleven. En er dan nog iets nuttig aan overhouden ook. Heel belangrijk is zo die netwerkverbreding. Dat gasten andere mensen leren kennen en daardoor eigenlijk ook een beetje uit die situatie wat worden getrokken, maar op een plezante manier. Zonder dat dat over hulpverlening of zo gaat, maar dat alle kinderen en jongeren willen in de eerste plaats gewoon plezante dingen doen in hun vrije tijd. En dat is ook wat die kinderen bindt en waardoor dat die eens niet anders zijn. Het is niet de bedoeling dat we ze hier heel hard leren vechten. Maar we geven ze hier vooral eigenwaarde en dat ze eigenlijk die eigenwaarde die ze misschien zelfs al hebben, dat ze die leren kennen. Ik heb eerst een beetje proberen te investeren zelf in een sportief netwerk. Maar eigenlijk heb ik daarvoor mijn sportdienst mee ingeschakeld. Zij hadden al een heel breed netwerk en dat is eigenlijk een hele goede samenwerking. Zij weten ook welke clubs al heel sociaal zijn ingesteld en bij welke clubs dat gewoon een beetje moeilijker ligt. Voor ons is dat heel belangrijk natuurlijk voor groter te worden, voor te groeien. De kids zijn voor ons superbelangrijk, omdat dat ook een beetje de toekomst is natuurlijk. En die gasten, ja, die gaan ook doorgroeien. Die kunnen misschien ook vrijwilliger worden. Die gaan misschien andere gasten meebrengen. Oké, dat gaat misschien een beetje langer duren en je gaat er wel meer in moeten investeren. Als advies zou ik meegeven om enerzijds te werken met de clubs die eigenlijk mee willen, die daarvoor openstaan. Dat moet echt heel hard ook van onderuit groeien. Eigenlijk zoals dat je werkt met de gasten, moet ook met die sportclubs. Investeren in een groepsaanbod waar de gasten heel laagdrempelig een beetje kunnen uitproberen. Want sommige clubs verwachten wel wat. Bijvoorbeeld bij een voetbalclub, dat vraagt wel wat structuur en discipline. Niet elke gast is daar klaar voor. Als je dat te snel doet, dan wordt dat een negatief verhaal, zowel voor club als voor de jongeren. En daarvoor is soms zo een heel veilig groepsaanbod waar dat je werkt op dat vertrouwen, waar dat ze een beetje kunnen experimenteren. Om dan na 1, 2 jaar wel door te groeien en dan wel de stap te zetten, dan wordt dat een succesverhaal voor allebei, zowel voor die jongeren als voor die club.